Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Feed the Beast Infinity. Dus, ik ben hier weer met het huis bezig en ja, het werkt niet zo. We hebben hier een even getal, zeg maar, van hier naar daar. En normaal gesproken is dit altijd oneven en dat zorgt er dus voor dat je hier in het midden een mooi dingetje hebt. Dat hebben we hier niet. Ja, het werkt gewoon niet echt fantastisch dit. Dus dit is dus een van de redenen waarom ik eigenlijk altijd oneven bouw. En waarom jij dat dus ook zou moeten doen. Tip van de dag. Weet je wel. Maar goed, ja. Moeten we dus even kijken wat we daarmee gaan doen. Want dat zal wel een interessant iets worden. Leuk is wel dat we nu zoiets kunnen doen. Dat kan in survival, niet. Want dan, ja, het werkt weer vreemd. En de manier op de stairs zijn ding doen, zeg maar. Maar goed, ja. Dus dat is één voordeel van nou ja, één groepmakertje, zeg maar. Anyways, de vorige keer zijn we bezig geweest met deze palen. En toen hebben wij ja, een soort van stemming gehad over welke stijl we het mooiste vinden. En in de reacties uiteraard. En ik heb even alles bij elkaar opgeteld. En de dirt, dat was gewoon echt niks. Er was één stem voor, dus dat is fantastisch goed. En er waren 3 stemmen voor zwart en 3 stemmen voor grijs. En, nou ja, oké, dat kan ik me nog voorstellen. Ik denk toch dat ik zelf de zwarte mooie vind. Aangezien dit, zeg maar, dat mossie, dat valt misschien een beetje te veel samen met het gras en zo. En ik bedoel, we hebben al natuurlijk hele erge overgroeiing, zeg maar, op de vloer hier zo. Wordt misschien een beetje gek als we dat dan ook op het pad hebben. Het zou wel logisch zijn, maar ik bedoel, ja. Weet je, het hoeft niet van mij, dus we gaan het lekker weer aan de kant halen. En een voordeel van het niet gebruiken hiervan is dat we gewoon de mossy steun bewaren. Want anders had ik weer een cave moeten gaan, op zoek gaan naar dungeons. En dan op die manier al de mossy krijgen, of anders anders hadden we het op deze manier moeten maken. Met wat wheat en wat water. En dat is echt gewoon ontzettend kut. Dus dat doen we niet. En we gaan het gewoon lekker op deze manier doen. We gaan hiervan het een en ander neerleggen. Dus ja, ik denk dat het wel vet kan worden als we dat dus straks in hebben liggen. Ik ga dat gewoon even erin leggen. En dan zullen we daarna eens even een kijkje nemen of we het goede gekozen hebben, zeg maar. Zo, ik heb dus de paden aangelegd en zeggen ze even dat dit niet gewoon episch is. Ik heb ook wel wat bomen bijgezet en wat geboomwild en wat bloemetjes erbij. En die wil ik graag even terug hebben. Maar ik bedoel, dit geeft toch gewoon een episch gevoel. Episch. Episch gevoel, joh. Ik vind het echt vet. En nou ja, hier is dan niet echt iets, maar ik bedoel, ik kan je voorstellen dat dan ook wel gewoon vet is. Hier, het ziet er toch vet uit zo. Als je nee zegt, dan lieg je. maar goed. Wat ik dus even aan het doen ben nu, is ik wil dus die 2 gebouwen die we als eerste hier gebouwd hebben, ook een beetje in de stijl krijgen zoals de rest hier zo. Zoals de gebouwen die, zeg maar, het waard zijn om naar te kijken. Dus wat ik nu aan het doen ben, is ik ben even dit gebeuren hier bovenop ben ik aan het vervangen. Het was eerst dit hier zo, dit cobblestone, vond ik toch niet zo mooi. En dat heb ik al eens eerder verteld, maar ja, eigenlijk nooit wat aan gedaan, zeg maar. Nou is het tijd dat we er wat aan gaan doen. Dus ja, ik heb gewoon even alle carpentersblokken heb ik leeggehaald. En daarna ja, nou ja, ben ik weer gaan opnemen. Dus dat is dat. Maar ik bedoel, ja, we gaan er nou eens even wat aan doen. We gaan het vervangen met bricks. Ik moet even weer wat stroom erin pompen. We moeten dit trouwens ook echt een keer gaan doen. Laten we dat vandaag doen trouwens. Dit even een betere setup geven, want dat is echt gewoon één complete chaos en het werkt voor geen meter. Maar goed, daar komen we dan zo meteen wel aan toe. We gaan eerst dus even lekker ja, dit dakje hier zo vervangen. En oké, ja, dat kan. Zo. En deze dan ook. Oeps, dat was niet echt helemaal de bedoeling. Njong. Dus, er is een spel zojuist uitgekomen, afgelopen donderdag, vrijdag, zoiets. En dat is NBA 2K16. En dat is best wel een leuk spel. Tenminste, dat denk ik dan. Ik heb het niet gekocht, maar ik zit het wel te overwegen. Een van mijn homieboys, zeg maar, van school,
die is ook helemaal NBA 2K fan. En ja, dat is natuurlijk wel grappig. Maar ik bedoel meer van... Hij zei ze van, ja, moet je op je kanaal doen. Want dan zal je waarschijnlijk wel een van de eerste zijn die NBA 2K in het Nederlands doet. En toen heb ik even zitten kijken van, dat zal vast wel niet. En ik heb niet echt iets kunnen winnen. Dus dat verbaasde me wel een beetje. Het ziet er wel uit als een spel wat wel door mensen gespeeld wordt. Maar blijkbaar niet. Punt is alleen dat ik er niet echt de rechten voor heb. Dus ja, dat heb ik zojuist zitten checken en man, daar baalde ik van. 2K Games, dat is zeg maar de uitgever van de NBA 2K, klinkt wel logisch. Wil het niet hebben dat je advertenties zet op je gameplay, zeg maar. Wat ik jammer vind, want daar doe ik het toch eigenlijk wel een beetje voor ook. Niet volledig uiteraard, maar... ik bedoel, het is toch wel leuk als ik een kleine compensatie krijg voor de hoeveelheid tijd die ik hierin steek. Ik zit te zoeken naar bricks en we hebben niks meer, dus dan moeten we maar weer wat smelten, oké. Okay. Ja, dus dat is een beetje vervelend. Erg jammer. Maar goed, we moeten dan maar mee leven. Ik had trouwens, als het had gemogen van 2K, had ik ook wat Evolve gedaan, geüpload. Want daar was een gratis weekend van. Een paar weken terug. En toen probeerde ik ook nog met Jinzen te opnemen. Dat is niet geworden. Anders had ze waarschijnlijk wel wat op zijn kanaal ervan gezien. Maar ja, dat is hem dus niet geworden. Zoals ik al zei. Maar goed. Ja, dat wou ik gewoon even meedelen. Ja, weet je. Het is toch ook... Wow. Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Gekke kaarsen. Oké, okay, waarom bedenk ik dit nu pas? Maar goed, ja, dat wil ik gewoon even vertellen. Dat is toch wel een discussie die jullie ook wel uitmaakt, zeg maar. Dus ja, dat. Dus ik ben nou bezig met het opzetten van, zeg maar, het systeem wat we gaan gebruiken voor, in plaats van dit eigenlijk. Dit gebeuren hier zo, de sack mills en de alloy smelters, dat werkt niet helemaal fantastisch. Dus het is wel een goed idee als we het een beetje gaan veranderen, zeg maar. Conduit connector... Dit is toch gewoon stroom, toch? Waarom zegt het nou opeens conduit connector? Nou, het zal wel. Als we dit dan breken, wat zegt het dan? Waar hebben we het hier? Enhanced energy circuit. Ja, ja. Oké, okay. Sure. Dus wat ik gedaan heb, is we gaan, zeg maar, die dingen gaan we hier in neerzetten. En we gaan een splitsing maken. We willen uiteraard, zeg maar, wel... straks dit kunnen automatiseren via ons ME systeem, maar ik wil ook dat ik, zeg maar, apart dingen kan smelten en dingen kan pulverizen, zeg maar. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb hier zo, zeg maar, ja, ik heb dit wat verkleind en ik heb hier twee kanten aan de zijkant gemaakt en aan de ene kant gaan we onze sackmails maken en daar en daar en dan aan deze kant gaan wij onze alloy smelters doen. En dan wat wij dan vervolgens gaan doen, is we moeten even wat pakken. En dit is trouwens een safari net. En daar hadden we er twee van. Die heb ik dus gebruikt voor de koeienboerderij daar zo. En energy conduit en me blue. Ja, volgens mij moeten we er wat van maken. Maar goed. Ja, we hebben een te grote wietproductie voor de hoeveelheid koeien die we daarin hebben zitten, zeg maar. Als je even gaat kijken, is wel een hoop. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb even dat ding gemaakt. Deze safari nets. Ik heb twee babykoeien hieruit gehaald en hier in de wei gezet. Die zijn al opgegroeid. Toen heb ik twee volwassenen uit deze wei gehaald en hierin gezet. Zodat we, zeg maar, wat meer produceren. En daardoor dus meer wheat verbruiken. En ik hoop op die manier gewoon dat een stukje makkelijker gaat. Maar goed, hetgene wat wij moeten hebben is een item conduct. Conduct. En... Oh. Volgens mij hadden we daar nog wel wat van, maar... Het is allemaal veranderd, er is een update geweest en blijkbaar is het dus allemaal gek geworden. Oké. Okay. Maar goed, daar kunnen we wel mee leven op zich, toch? Oh nee. Ik heb iron, ik heb al die gekke conducts heb ik verbruikt met het bouwen van die koeienboerderij daar. Sorry. Nou weet ik het weer. Goed. Oh, nou hebben we weer stroom nodig. dus even kijken of onze alloy smelters stroom hebben. Nee, dat hebben ze niet. Dat verwachtte ik al.
En hotza. Dan moeten we eens even een stroomkabel pakken. Dus even kijken wat hieronder zit. Conduit connector, oké. Okay. Gewoon een standaard rode. En dan hoop ik dat ik er daar nog een paar van heb. Anders ben ik heel erg niet blij. Dit is allemaal daarvan. Nou, dat worden we dus even nieuw maken. En dat kan dus ook weer niet, want... Oh, hè? Je moet dus, zeg maar, Adder smelter gebruiken om van die dingen te kunnen maken. Dus dat is fijn. Dat is echt gewoon precies genieten, zeg maar. Maar goed. Ja, dat is dus een beetje de setup. En ik heb nog niet helemaal volledig uitgelegd hoe die in elkaar zit. Maar dat zal ik zo even doen. Oké, dus ik heb er ook uiteindelijk voor gekozen. Nou ja, dat had ik al gekozen, maar dat heb ik nog niet verteld. Om deze sackmills en de alloy smelters apart te doen. Dus zeg maar eerst wat ik in de andere basis had. Zeg maar aan het begin van deze serie. Wat? Def? Waarom staat die er nog op? Oké. Ik weet niet meer waarvan die is, maar goed. wat we eerst hadden is dat zeg maar de sackmills, die zouden dan dingen pulverizen, weet je wel. En die zou dan automatisch doorgaan naar zo'n alloy smelter. En dat is uiteraard ontzettend handig. Maar dat gaan we vandaag hier zo wat anders doen. Want dat gaan we dus... Dat systeem dat het zeg maar automatisch doorgaat, dat gaat gebeuren bij de automatisering. Hier wil ik nog wel eens losse dingen uit de sackmill hebben. Dus het leek me wel belangrijk zeg maar dat het gewoon apart was. En daarom heb ik zeg maar hier zo'n chest neergezet. En wat we dan gaan doen is die item conducts die ik zojuist gemaakt heb, die ik dus ook wou hebben. Die zullen dus automatisch straks al mijn spullen, als ik ze even goed configureer zeg maar... automatisch de spullen... moet even een wrench hebben. Ja, derde keer dat ik deze zin probeer te zeggen. Dus dat is automatisch de spullen vanaf die sackmills of de alloy smelters in de chest gooien. En nou wil ik het ook zo hebben dat er eigenlijk automatisch spullen ingaan. Want bij de smelters heb je drie slots voor een stack aan items. En bij de grinder... Hoe heet die dingen? Sackmills... Ja, hier deze. Heb je er maar eentje. Dus dan moeten we even een chest hier bovenop zetten of zo. Of hier in de buurt. Waardoor we dus daar, zeg maar, daar items in kunnen doen en die automatisch hierin gaan. Dat is een beetje het idee. Extract, insert. Ja, kijk. Dan krijg je dit, zeg maar. En dat is precies hetgene wat wij willen hebben. Helaas was die ene hoeveelheid aan item conducts was niet genoeg. Dus ik heb er even een paar bijgemaakt hier zo. Oh, daar ging lekker alle items natuurlijk. En oh, die hadden we nodig. Zo, zo, zo. En dan ook meteen even de item conducts neerzetten. Boom, boom, boom. Wow, dat is niet de bedoeling. Laten we het even zo doen. En dan zo, kijk eens aan. En dan zetten we hier de chest tegenaan. En dan moeten we heel even daarachter zien te komen. Ja, kijk. We kunnen er precies bij. En kijk eens aan. Precies hetgene wat ik wil hebben. En dan moeten we nog even het stroom hier onderdoor doen. Oh, verkeerde tool. Deze. Ja. De energy conducts. En boom. Als het goed is werken deze nou ook. Ja, ze hebben stroom. Kijk, fantastisch. En nou zitten zeg maar de reden dat ik ze hier wil hebben en niet daar is omdat nu deze accu ertussen zit. De capacitated bank. En dan hebben we zeg maar wat gelijkmatiger stroom. Anders wil het nog wel eens uitvallen. En dat is natuurlijk niet hetgeen wat we willen hebben. En nou moeten we hier achter nog eigenlijk iets hebben. Zodat het wat mooier eruit ziet. Dit ziet er natuurlijk niet uit zo. Je kan er precies tussendoor kijken. Maar goed, voor het algemeen. Over het algemeen werkt het gewoon. En dat is hetgene wat uitmaakt. Dus die ene chest die dus bovenop zou staan. Heb ik nu ook aangesloten hier zo. En ik heb hier wat van deze item conducts. Het is heel vervelend dat het nu niet meer echt goed zegt wat het is hier zo boven. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik heb hier een stack iron ore. En wat ik denk dat er gaat gebeuren. Ik heb deze op extract staan. Dat werkt niet zo goed. Hallo, we moeten toch gewoon kunnen praten zo. Ah. Jongens, wat zijn we aan het doen? Ja? Zo. Kijk, deze staat op extract en deze staat allemaal op insert. Dus wat ik denk dat er gaat gebeuren is dat zodra we de iron ore in deze chest doen, dat hij dan hier zo uitgaat en dat er dan een en die, een en die, een en die. En dan weer een en die, een en die, een en die. Zeg maar op die manier dat hij dan doorgaat.
Ze hebben allemaal stroom, dus we kunnen zo meteen precies zien wat er gaat gebeuren. En, oh, hij blijft leeg. Dat is, dat is fijn. Hebben we niet iets wat dan, als het goed is, sorry. Activate, always active. Ja, kijk eens aan, kijk eens aan. Wat ben je aan het doen? Ah, ze gaan allemaal dezelfde in. Oké. Okay. Dat is leuk. Soort van. En als we er nou eens wat meer in gooien, zeg maar, ik heb nog meer iron ore. En dan, even kijken, deze iron ore en bijvoorbeeld deze koper ore. Dus dat er nou eens bij gooien, wat gaat er dan gebeuren, vraag ik me dan af. Gaat hij dan door naar de volgende? Of, ja, wat doet hij, weet je wel? Zo. Hij gaat wel door naar de volgende, oké. Okay. En dan zodra die weg is, dan gaat de koper naar die dan. Neem ik aan. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, daar kan ik me van mijn leven op zich. dat is acceptabel. En dan, ja, moeten we dat hier ook even doen. Ik had eigenlijk gehoopt dat het eerlijk verdeeld zou worden. Want dan zou het, zeg maar, sneller klaar zijn. Maar goed, op zich is dit ook wel een logische manier van, ja, van de manier waarop het werkt. En zo, en voilà, insert. Misschien heb je daar wel een upgrade voor trouwens, maar goed. Insert. En a chest, boom. Kijk eens aan. Ik moet zeggen, ik heb nou even dit, zeg maar, een beetje geprobeerd. Ik heb dit ondertussen een beetje gebouwd hier zo. Zodat we, ja, toch wel een soort van op ons gemak voelen als we hier zijn. En het werkt echt als een droom. Dus dat is zeker fijn. En ik bedoel, het, ja, het gaat gewoon allemaal vrij gemakkelijk. En we kunnen gewoon op een makkelijke manier lekker dit doen. Boom, 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 boom. En het zal allemaal automatisch lekker zijn gang gaan. Dus wat ik nu nog even wil doen is, tenminste, wat ik nog even wil doen. Het is meer van waar we vast een beginnetje mee gaan maken. Is dat we, ja, eigenlijk onze spullen moeten gaan verhuizen, toch wel. Vanaf daarboven naar bijvoorbeeld hier. En één ding wat we daarvoor nodig hebben, automatic, blablabla, zal wel. Is dus van deze drives, om ervoor te zorgen dat we genoeg ruimte hebben. Nou, hebben we voorlopig wel genoeg ruimte, maar ik bedoel, als we al die spullen daarboven erbij gaan doen, dan gaat dat niet goed komen. denk ik zomaar. Dus, ja, weet je, we moeten gewoon ruimte hebben voor alle spullen die we hebben. Want dit zijn dan wel een hoop verschillende spullen, weet je wel. Dus dat zijn natuurlijk allemaal weer andere kaarten en dingen. Dus dan moeten we even, ja, even goed doen gewoon. En dan kunnen we dit straks hier gewoon weg doen. En dan moeten we nog even een plek gaan verzinnen voor ons bed. Uiteraard moeten we een plek gaan verzinnen voor de portal. Ja, ik bedoel, het wordt dan verhuizen op dat punt, zeg maar. Maar ja, voor het moment, ik zit gewoon te denken om trouwens hier bovenop te gaan wonen. Dat leek me wel vet. Als we daar iets vets van kunnen maken. Oeh, we zaten vast in een wolk. Maar misschien kunnen we hier wel wat leuks mee. Moeten we even bekijken, zeg maar. Voor het moment is dit allemaal wel prima. Trouwens, over dat opmaken van hier binnen. Het stelt echt niks voor trouwens. Dus dit, we hebben nog heel veel dakruimte hebben we over, zeg maar. Dus ik weet niet of we daar nog wat mee gaan doen of niet. Wie weet. Als je een idee hebt daarvoor trouwens, laat het me weten in de reacties. Ik heb trouwens mijn toortjes weer teruggecraft naar de normale recept. Want ja, het werkte niet echt. Want alle toortjes die we tot nu toe hier hebben staan, die zijn nog gewoon op de oude manier, zeg maar. En dan zouden we twee slots nodig hebben voor toortjes. En dat vind ik toch een beetje overdreven. Daarnaast hebben we ook nog lantaarnpalen nodig hier, zo zie je wel. Dat is het enige wat er mist. Het is nu erg donker. Nou is dat het probleem niet, maar ik heb toch liever niet dat een creeper opeens boom zegt. Ja, zou toch geen fijne ervaring zijn. Maar goed, dat is een beetje de dingen waar ik dan over nadenk. Het donker heeft op zich ook wel wat, maar ik bedoel, het is toch niet echt fantastisch, zeg maar. Dus boom. Oh, Fury Zombie. Leuk. En, oh, de Enderman is alweer weg. Dat is jammer. Leather Tunic. Hebben we toch nog niks aan en daar ook niet. Gebleun. Eens even kijken of er hieronder niet misschien een Enderman is die we even kunnen killen. Nee, dat is jammer. Jong. Maar goed, ja.
Ik heb verder eigenlijk niet gemerkt, niets extra's meer te melden, zeg maar. Dus ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Wow. Glitch. We kunnen door de wereld heen kijken. Waar zijn de caves? Daar zijn de caves. Yo. Vet man. Ja. Later dan denk ik maar. Hè. Ik wil nogmaals bedanken voor het kijken. Heb ik dat al gezegd? Ik weet het niet. Het wordt een beetje gek allemaal. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer gewoon weer terug bij Feed the Beast Infinity. Later.